President Chandrika Prasad Santokhi is gisteren op uitnodiging van premier Narendra Modi met een kleine delegatie, onder wie minister Albert Ramdeen van Buitenlandse Zaken, afgereisd naar India. Het staatshoofd zal in het Aziatische land als eregast aanwezig zijn tijdens de 17e Pravasi Bharatiya Divas Convention, die van 8 tot en met 10 januari zal plaatsvinden in Indore, Madhya Pradesh. Tijdens de Opoyari lunch van de president op 3 januari vertelde het staatshoofd hoe zijn programma in India eruit zal zien. En zo is er een leader session door hem gepland. De leader session of the voice of the South Summit. Unity of voice, unity of purpose. Daar ben ik ook uitgenodigd om een toespraak te houden. En daarnaast is er een World Investment Meeting. Het is de inaugural session of the Global Investors Summit. Dus daar ben ik dan ook uitgenodigd om ook daar de audience toe te spreken. Voor zijn vertrek heeft Santokhi laten weten dat hij zich zal beijveren voor een sterkere relatie tussen India en het Caribisch gebied. Het staatshoofd is ervan overtuigd dat de regio zal profiteren van het versterken van de samenwerking tussen India en de Caribische regio. Er kunnen projecten opgestart worden voor de verdere ontwikkeling van het Caribisch gebied. De gebieden waarin er een goede samenwerking kan ontstaan, hebben volgens Santokhi betrekking op cultuur, ICT, onderwijs en luchtvaart.